Rijn Koolwijk, jij was donderdag in de Kuip bij de wedstrijd tussen jullie aankomende tegenstander Feyenoord en Trentin, je oude club. Was je geschrokken van wat je daar gezien hebt in de Kuip? In welk opzicht bedoel je dat? Nou, in eerste instantie geschrokken dat Feyenoord over twee wedstrijden minder is dan Trentin. Ik denk niet. Ik denk dat ze uitwedstrijden heel wat minder waren, dat ze allemaal een off day hadden. En ik denk niet dat ze thuiswedstrijd minder waren. Ik denk dat ze heel veel kansen gecreëerd hebben, dat het een beetje tegen zat. Twee ballen van de lijn gehaald, ze komen goed op voorsprong, het legioen ging erachter staan. En toen kreeg ze gelijk de goal tegen. Ja, en dan weet je dat als je 5 keer moet scoren, dan nog erbij, dan gaat het heel lastig worden. Dus toen was de hoop ook een beetje weg. Maar ik vond dat ze veel kansen hadden gecreëerd en met Vlaag ook wel goed hebben gevoetbald. Met allebei de clubs heb je wat, met Trentin heb je dus gespeeld. Hoe zit je dan toch op de tribune, neutraal en toch al kijkend naar de tegenstander omdat je de zondag tegen speelt? Allebei wel. Ja, je hoopt natuurlijk de jongens die je kent, waarmee je gespeeld hebt bij Trentin, dat die het gewoon goed doen. Nou, die hebben het goed gedaan. En dan kijk je natuurlijk ook naar Feyenoord, van hoe spelen ze en waar liggen de kansen en waar zijn de bedreigingen. En waar zijn die kansen? Want terugkomend op vraag 1, was je geschrokken hoe Feyenoord toch ook van de dag kon komen? Want de laatste twee wedstrijden had je misschien wel zoiets die zijn te pakken. Natuurlijk kan het nog altijd, maar ja, op basis van als ze zondag weer zo spelen als het eerste half uur, dan wordt het moeilijk. Nou, klopt. Dat is wel precies wat je zegt. Dat gevoel dat ik ook zou zijn te pakken. En toen zat ik de eerste 5 minuten in de Kuip. En het ging zo los dat ik wel dacht, dat kan nog eens moeilijk gaan worden. Maar we moeten gewoon denk ik, zorgen dat je vooral het eerste half uur geen doelpunt tegenkrijgt. En dan denk ik dat alles mogelijk is. Je hebt al heel vaak in de Kuip gespeeld. Ja, Excelsior snakt wel naar een overwinning in de Kuip. Hè? Want jullie hebben de laatste jaren hele goede resultaten eigenlijk overal wel neergezet. Maar winnen in de Kuip, dat blijft toch iedere keer maar moeilijk. Klopt. En ik denk dat het voor de meeste tegenstanders gewoon moeilijk winnen is in de Kuip. En je moet ook realistisch blijven. Wij zijn Excelsior en we zijn Feyenoord. Dus we willen graag winnen. Maar neem niet weg dat het gewoon heel moeilijk gaat worden. Wat moet je doen om daar op de been te blijven? Nou ja, wat ik al aangaf, je moet zorgen dat je niet snel een doelpunt tegenkrijgt. En ik denk dat we er gewoon vol moeten klappen. We hebben donderdag een wedstrijd gehad en dat zullen ze ook wel een beetje voelen, denk ik. Dus als je er gewoon vol op klapt en op voorsprong zou kunnen komen en die kansen die je krijgt afmaakt en durft te voetballen. De ruimte ligt er wel, dat weet je tegen Feyenoord, om te voetballen. Dus als we dat ook echt durven, dan kan het zomaar gek lopen. Wat is jullie gevoel geweest naar aanleiding van de eerste competitiewedstrijd? Punt tegen Fortuna, lange tijd met 10 man. Is in de rest van de week toch een beetje jouw gevoel geweest? Wel positief. Ik denk dat we de eerste half heel goed begonnen. Dan had je gewoon 2-3-0 moeten maken. Doe je niet. En dan begin je de tweede half heel slecht. Dan krijg je rood. En, dan wordt het 1-1. We hebben denk ik met 10 man ook goed stand gehouden. Nog kansen gecreëerd. Al weet je wel, van dit is gewoon een directe concurrent. Al mag ik het zo zeggen. En dan moet je eigenlijk gewoon 3 punten thuis pakken. Dus in dat opzicht is het een beetje zuur. Maar wat je zegt, je hebt bijna een hele helft met 10 man gespeeld. En dan mag je gewoon tevreden zijn met een punt. Deze week hebben jullie eindelijk jullie centrumspits. Een IJslander, Omarsson. Wat is dat voor een jongen? Weer een snelle jongen, doelgericht. Ook wel technisch, denk ik. En het is nog wel een beetje moeilijk te zeggen. Ik heb nog maar een paar trainingen gehad. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij er net zoveel in schiet als bij zijn oude club. En dat hij verrast in de Kuip? Dat hoop ik zeker.